Het allereerste Nederlandse vliegtuig werd in Groningen gebouwd. Maar leren vliegen gaat met vallen en opstaan. Wie zich vroeger in het luchtruim begaf, kon maar beter een zwembroek meenemen. Beno Hofman vertelt over de geschiedenis van de Groningse luchtvaart in Benostad. Groningen Airport Eelde wil mee blijven tellen als vliegveld. Daarom wil Eelde graag vluchten op Schiphol houden. De Groningers gingen vroeger ook al graag de lucht in. Laten we maar eens een duikvlucht nemen. Vliegers of zogenaamde draken waren de eerste voorwerpen die in Groningen de lucht ingingen. Maar omdat paarden hiervan op hol sloegen, werd dit vliegen in 1730 verboden. Zo'n 50 jaar later vond een Fransman een luchtballon uit waarmee hij geslaagde ballonvaarten maakte. Dit bracht twee Groningers op het idee het ook eens te proberen. In 1784 maakten de Groningers Jan Monneman en Gerrit van Olst een proefballonnetje. Ze deden er een vlam onder en het steeg op. Het verdween in noordelijke richting uit het zicht en werd niet teruggevonden. Maar Monneman en Van Olst hadden de smaak te pakken en maakten een grotere ballon. Dit keer met in het bakje een vogel. En dit keer werd de ballon wel teruggevonden in het Drentse Bunnen. En het vogeltje overleefde de tocht. Nou, eens kijken of mijn ballon het ook overleeft. Ja. Warme lucht erin. En het... Oh, het stijgt niet op. Ja, dat gebeurde ook nog wel eens met een ballon. In 1910 had Groningen weer een vliegprimeur. Een feestcomité met de bekende Jan Evert Scholten organiseerde in Helpman een vliegweek met de Belgische piloot Jan Olieslagers. Zijn vliegtuig kwam met de trein uit België. Zo'n 5000 Groningers zagen het toestel van Olieslagers uit de hangar komen. De propeller werd rondgedraaid, maar volgens de vlieger stond er te veel wind. 'S Avonds werd een nieuwe poging gedaan. Drie man moesten aan het toestel hangen om hem aan de grond te houden, tot het commando losklonk. Op de laatste dag van de vliegweek bleef de kist zelfs meer dan 3 kwartier in de lucht. Dit was een absoluut record. De demonstratie van Olieslagers bleef niet zonder gevolgen. Emiel de Schepper, de zoon van een van de organisatoren, wilde zelf een vliegtuig bouwen. Hij mocht dit doen achter de biljartfabriek van zijn vader. Het toestel werd gebouwd door Hubert Hagens, een van de monteurs van Olieslagers. Het was in 1911 klaar en het was het eerste toestel dat ooit in Nederland werd gebouwd. Het vliegtuig van de Schepper en Hagens werd de Helpman 1 genoemd. In het Drentse Zeien ging het voor het eerst de lucht in.
De schepper wilde wel meer vliegtuigen bouwen, maar omdat Jan Evert Scholten Nederland te klein vond voor een eigen vliegtuigindustrie, gaf hij geen cent en ging het niet door. Er waren wel wat Groningers die zich in de lucht waagden. Zo wilde sigarenmaker Siep Koning in 1911 van Leeuwarden naar Groningen vliegen. Dat was nog nooit gebeurd en daarom liepen veel Groningers uit om zijn aankomst te zien. Maar helaas, hij kwam niet verder dan een sloot bij Veenwoude. Een noodlanding die hij overigens wel overleefde. Nou, laten we maar eens kijken hoe wij het eraf brengen. Het is helder zicht, maar wel met buien. Dat houdt in dat er bepaalde bewegingen in de lucht zijn. En die kun je niet tegenhouden door het vliegtuig tegen te houden. Dat lukt niet. En dan was er Cornelis Hofman, de eerste stadje die met de parachute uit een vliegtuig sprong. Hofman was werkloos en tegen betaling wilde hij bij een demonstratie in het stadspark wel een sprong wagen. Hij had in Frankrijk ook al een keer gesprongen en omdat het publiek hem daar enthousiast had onthaald, verwachtte hij dat hier ook. Maar de stadjes scholden hem uit, omdat hij zo gek was om zijn leven te wagen. Oeh, turbulentie. Daar gaat hij. Oh. Het gaat flink heen en weer. Hofman sprong meerdere keren, steeds boven het stadspark, maar hij kwam er maar zelden terecht. Eenmaal landde hij in een sloot bij de Peizerweg. EHBO'ers en padvinders moesten hem eruit vissen en op de fiets terugbrengen naar het stadspark. In 1920 legde de internationale luchtvervoeronderneming, de ILVO, een vliegveld aan in het stadspark. De ILVO begon een vliegdienst naar Amsterdam, maar deze werd door geldnood spoedig opgeheven. Burgemeester van Kettwig Verschuur wilde dat er tussen Amsterdam en Groningen gevlogen kon blijven worden en ging op zoek naar een plek voor een nieuw vliegveld. Hobbyvlieger Hajo Hendricks vond het allemaal veel te lang duren. Hij drukte een pamflet waarin stond dat Groningen recht had op een vliegveld. En daar was het gemeentebestuur van Eelde het mee eens. Zo kwam in 1931 het vliegveld in Eelde en werd er weer naar Amsterdam gevlogen. Hendricks zelf had trouwens weinig plezier van zijn vliegveld, want 2 weken na de opening stortte hij er neer en was dood. In 1954 kwam de Rijksluchtvaartschool, de RLS, naar Eelde om aspirantvliegers op te leiden tot piloten. Dat gaf een flinke toename van het vliegverkeer. In 1991 is de Rijksluchtvaartschool door de KLM overgenomen. Groningen wilde altijd al regelmatige vluchten naar Schiphol, maar vanaf het begin was dat moeilijk. Dat kwam omdat er vaak te weinig passagiers waren. Oh, dan gaan we weer de bocht om. Nu zijn er ook te weinig passagiers en daarom wil de KLM volgende maand met de vluchten stoppen. En het is net als vroeger, toen de vluchten uit het stadspark werden gestopt, dat het vooral de stadsbestuurders en de zakenlieden zijn die er boos over zijn. Nou, en ik kan me dat wel voorstellen, want vliegen gaat toch lekker snel.